Voor deze heerlijke pretzels begin je met het mengen van het gist met water. En het water is lauwwarm. En suiker. Dit zet je ongeveer 10 minuten apart. Dan doe je bloem in de keukenmachine. Daar gaat wat zout bij. Boter. Dit meng je. En beetje bij beetje voeg je dan het Griekse mengsel toe. En ongeveer 8 minuten kneden krijg je dan een egaal, een mooi deeg. Natuurlijk kun je dit proces ook met de hand doen, maar het deeg haken is wel zo makkelijk. Dan vet je een kom in, daar gaat het deeg in. Dit dek je af met huishoudfolie. En dan laat je tenminste 1 uur rijzen totdat het deeg in volume verdubbeld is. Dan rol je het deeg uit op met bloemenstoven oppervlakte. We maken er als het ware een worst van. In dit geval verdelen we het dan in 12 gelijke delen. En elk stukje deeg rollen we dan uit tot een sliert van ongeveer 30 centimeter. En hiervan maken we dan de karakteristieke pretzelvorm. Dit herhaal je en dan laat je het deeg 20 minuten rijzen. Dan verwarm je water in een grote pan, dat breng je aan de kook. Gaat de rietsuiker erbij samen met bakpoeder. Laat je het eventjes zachtjes doorkoken. En dan leg je de pretzels erin, zodat ze niet te dicht bij elkaar komen, want dan plakken ze aan elkaar. En dan kook je ze aan beide kanten gedurende 2 minuten. En dan haal je ze uit de pan. En dan leg je ze op bakpapier en dan laat je ze rustig even drogen. Warm je de oven op 230 graden en dan besmeer je de pretzels met geklutst ei. En daarover dan gaan grove zeezout en eventueel wat maanzaad als je dat wilt. En dan bak je de pretzels af gedurende 15 minuten totdat ze lichtbruin zijn. Eet smakelijk!